video voor Fem opgenomen. En je zal misschien denken van waar ben jij nou? Ja, ik sta in mijn keuken. En ik dacht, weet je wat, misschien is het ook wel leuk om meteen een Q&A video op te nemen. Dus ik had meteen even een foto op Instagram gezet van joh, ik ben aan het filmen voor Fem. Ik ga zo een Q&A opnemen. Laat weten wat voor vragen je hebt. Nou, er zijn allemaal vragen binnengekomen, dus ik ga snel beginnen. Ik ga ze niet allemaal beantwoorden, dat wordt een beetje veel. Maar ik ga mijn best doen om er zoveel mogelijk te doen. De eerste vraag is, wat doe je het liefst in je vrije tijd? Dat is een hele goede vraag. En weet je, dat ik dat bijna niet kan beantwoorden. Ja, het klinkt misschien heel stom, maar zoveel vrije tijd heb ik op dit moment niet. Ik hou heel erg van winkelen en ik hou van series kijken. Dus ik denk dat dat het antwoord zou zijn op deze vraag. Wat kook je het liefst en vind je ook super lekker? Oh, dat is ook een lastige. Ik vind pasta heel erg lekker. En ik maak heel vaak zelf een hele lekkere pasta saus. Mijn moeder is ooit dat recept begonnen. En toen heb ik hem nog ietsje aangepast. En hij is zo lekker. Dat vind ik altijd heel erg lekker. En ik ben ook wel dol op salades. En dan vooral op bepaalde dressings die ik er dan doorheen doe. En die maak ik altijd zelf. En heel erg lekker. Dus als jullie daar recepten van willen, laat weten. Want ik ga daar een keertje wat mee doen. Nog een vraag is, hoe heb je je studie met bloggen en YouTube gecombineerd? Ja, daar ben ik zelf ook niet helemaal uit. Nee, het is heel erg druk. En ik werk superveel, ik werk heel erg hard. En het gebeurt echt nog heel vaak dat ik nog om 12 uur 's avonds nog een artikel zit te typen. Maar wat ik nu wel heel veel doe, is dat gewoon zeg, oké, studie gaat voor, dan blog eventjes minder. Want het kan gewoon niet altijd, vandaar dat er ook niet elke dag een artikel of elke week altijd weer een video komt. Maar ik ben bijna klaar. Maar nee, het is druk geweest. Ik heb niet zo heel veel vrije tijd, wat ik net al zei. Maar het is te doen. Ongeveer. Ben je veranderd sinds dat je met YouTube bent begonnen? Oh, dat vind ik wel een leuke vraag. Ja, absoluut. Het is 5 jaar geleden eigenlijk dat ik met mijn blog ben begonnen. En ik weet dat ik in die tijd ook nog best wel onzeker was. En ik wist niet wat ik wilde. Ik wist echt niet wat ik wilde. En door het bloggen ben ik wel volwassener geworden. Ik ben professioneler geworden. Het heeft ervoor gezorgd dat ik harder ben gaan werken. En ja, het heeft me uiteindelijk ook wel bijvoorbeeld op het pad van de studie gebracht die ik nu aan het afmaken ben. En zonder mijn blog was ik dit waarschijnlijk nooit gaan doen. Ik doe nu corporate communicatie. En ik denk niet dat dat in me op was gekomen om te gaan doen. En verder ben ik veranderd. Nou, kijk, ik ben natuurlijk nog steeds hetzelfde. Maar ik denk wel dat ik wat uitbundiger ben geworden. En dat zat er altijd wel in. Het is niet zo dat ik nep ben gaan doen. Maar ik denk wel dat ik mezelf wat meer durf te laten zien. Als je zelf een beautyproduct zou mogen ontwerpen slash ontwikkelen, wat zou dat dan zijn? Vind ik een lastige. Aan de ene kant denk ik, ja, nagellak. Want jullie weten al, ik ben dol op nagellak. Maar aan de andere kant vind ik het echt heel erg moeilijk om te verzinnen wat voor nagellak ik dan zou willen ontwikkelen. Welke kleuren en welke substanties. Maar misschien dat ik daar nog wel iets voor kan verzinnen. En verder zou ik denk ik gezichtsproducten verzinnen en ik heb een lichte huid en heel veel andere vrouwen hebben een lichtere huid of zelfs een nog lichtere huid dan ik. Maar er zijn gewoon nauwelijks producten voor mijn huidstint. Dat is zo verbazingwekkend, maar als je met mijn kleur een poeder, een foundation of een concealer zoekt, dan ben je heel erg lang bezig en kun je in Nederland eigenlijk bijna niks vinden. Dus ik denk dat ik dat misschien nog wel eerder zou doen dan nagellak. Wat zou je tegen jezelf zeggen als beginnend puber, als advies zijnde? Oh ja, ik denk vooral dat je gewoon niet je te veel aan moet trekken van de mening van anderen. En als ik terugkijk naar toen ik een jaar of 15 was en daarna ook nog wel, ik was zo onzeker. En ik was altijd maar bezig met, oh wat vinden andere mensen van me en oh wat denken zij wel niet. En het is heel erg cliché om dan te zeggen van tegen je jongeren zelf van, trek je niet zoveel aan van anderen, maar het is echt zo. En zeker ook met YouTube en dergelijke heb ik dat ook alweer geleerd. Want ja, mensen zullen altijd een mening hebben. En je kunt niet iedereen tevreden stellen en uiteindelijk moet je happy zijn met jij en met wie je bent. Dus trek je niet te veel aan van anderen. Even kijken hoor. Ik begrijp uit je filmpjes dat je bezig bent met afronden van je studie. En weet je al wat voor job je zou willen of in welke branche? Of zou je graag fulltime willen bloggen? Dat is een vraag die mij best wel veel gesteld wordt, ook privé.
En dat vind ik een heel lastig iets om antwoord op te geven. Sowieso, ik ga niet stoppen met bloggen. Maak je daar geen zorgen om. Maar aan de andere kant, ik heb heel erg hard gewerkt de afgelopen jaren aan mijn studie. Ik heb gewoon een universitaire bachelor en een master gedaan. En dan vind ik het gewoon heel zonde om daar niks mee te gaan doen. Bovendien denk ik ook niet dat ik gelukkig zou worden van alleen maar bloggen. Dus het is wel in eerste instantie mijn bedoeling om gewoon een baan in mijn werkveld te vinden. Dus dat is iets van bedrijfscommunicatie, misschien PR, crisiscommunicatie, dat soort dingen. Maar ik zou mijn blog er zeker naast willen blijven doen. En ik weet dat dat misschien ook weer een beetje lastig te combineren is. Maar aan de andere kant, het is met mijn studie ook gelukt, dus daar kan ik vast ook alweer een mouw aan passen. Er zijn nog veel meer vragen, maar ik laat het voor nu hier eventjes bij. Als jullie het leuk vinden, kan ik nog een keer zo'n video opnemen. En laat gewoon je vragen alvast achter hieronder bij de comments. En dan ga ik ze onthouden voor de volgende keer. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet op mijn kanaal te abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Hou ik van makkelijke, snelle en simpele kapsels. Maar vind ik het ook leuk als het er gewoon mooi uitziet. Nou, ik ga je vandaag laten zien hoe je dit kapsel kunt maken. En het is echt super simpel. Maar